De bouw van de tiny houses in Malden is begonnen. 18 tijdelijke woningen worden er aan de Droogse Hof geplaatst met ieder een oppervlakte van 39 vierkante meter. De vrijwel energie-neutrale woningen zijn gericht op starters tussen de 20 en 35 jaar. En met de bouw wil de gemeente Heumen het woningtekort voor jongeren in de gemeente verkleinen. De bouw van de woningen zal niet lang gaan duren. Ze worden namelijk in een fabriek gemaakt en kant-en-klaar afgeleverd. De plaatsing van de woningen zal daardoor 3 dagen in beslag nemen. Na maximaal 10 jaar gebruik worden de tiny houses verplaatst naar een andere locatie. Uiteindelijk wil de gemeente deze grond dan ook terugbrengen naar zijn oorspronkelijke staat.